Goedendag. Een mooie zonsopkomst vanmorgen, maar we zien het hier toch ook al wel. Ochtendrood water in de sloot. En dat gaat in dit geval zeker op, want de komende 24 tot 48 uur gaat er lokaal heel veel neerslag vallen. Nou, vandaag is dat ook al deels het geval. We begonnen de dag nog wel droog, maar de bevolking nam al snel toe. Werd ook dikker en op dit moment is het op verschillende plaatsen ook al aan het regenen. Er trekt een koufront over en dat gaat al activerend over het land trekken. En dat kan dan mogelijk al 20 tot 30 mm regen gaan opleveren. De weersituatie van dit moment. Ik benoemde dat het koude front net ook al even. Dat trekt dus over vanavond en vannacht al activeerden. Uiteindelijk trekt het richting Duitsland weg. Dan komen wij in maritiem polaire lucht terecht, onstabiele lucht, want die koude bovenluchten trekken over nog warm zeewater. En dat zorgt ervoor dat we op woensdag en donderdag echt met felle buien te maken gaan krijgen zogenaamde kustconvergentie, waarbij die koude bovenluchten over dat warme zeewater gaan trekken en dat dus voor die onstabiele luchten gaat zorgen. Dat betekent ook dat we kans hebben op onweer, hagel van 1 of 2 centimeter. En met name door die wind kan het dan echt, echt wel guur gaan aanvoelen. Nou, ik bedoelde net al even die koude bovenluchten, die zien we hier ook heel goed terug. Een hoogte trog zakt uiteindelijk uit tot boven onze omgeving. En dan gaan die bovenluchttemperaturen op 5 kilometer hoogte naar zo'n min 30. Nou, aan de grond is het nog wel warmer dan 10 graden, en zodra het verschil. Groter is dan 40 graden tussen die bovenluchten en het aardoppervlak, dan is er kans op onweer. En dat lijkt dus wel echt te gaan gebeuren. Dan zien we overigens ook hier net achter mij dat dat die hoogtetrog in delen van Tsjechië en het zuiden van Polen mogelijk voor heel veel neerslag gaat zorgen. 200 tot 300 mm regenwater. Daar zullen we ook nog wel berichten over gaan horen. Maar daarna, in de loop van het weekend, bij ons veel stabieler weer. Krijgen waarschijnlijk te maken met een hoge drukgebied. En wie weet dat we dan in de loop van volgende week wel weer wat nazomer weer gaan krijgen. Het is natuurlijk nog ver weg. Maar het is wel even iets om naar uit te kijken voor de mensen die daar nog op zitten te wachten. Eerst wel weer even naar die korte termijn. Want we kunnen dus te maken gaan krijgen met heel veel neerslag de komende 48 uur. Zien we hier ook al goed terug. Eerst dat koufront wat gaat overtrekken. Dat zorgt met name in het midden en zuiden voor veel regenwater. 20 tot de 30 mm. Dat trekt uiteindelijk weg. Daarna een veel opener weertype. Met heel veel buien die dus gaan overtrekken. Vooral in de kustregio's houdt dat eigenlijk de hele tijd aan. Ook in de nacht vanwege dus dat warme zeewater. Terwijl in het binnenland zien we hier ook mooi dat tijdelijk uitsterft. Maar overdag neemt daar ook weer de buienactiviteit toe. Voornamelijk in de kustregio's is er ook kans op onweer bij die buien. En als zo'n buienstraat overtrekt dan kan dat dus heel veel neerslag gaan opleveren. Dit zijn de neerslagtotalen van het Nederlandse Harmonie Weermodel. Eerst is dus inderdaad die, dat kouvelot wat overtrekt. Daarna die losse buien. En als er zo'n buienstraat overtrekt. Denk met name in delen van Zeeland en Zuid-Holland dat dat daar wel meer dan 50 mm regenwater kan gaan opleveren. Wie weet lokaal wel richting de 100 mm. Dat hangt er natuurlijk heel erg af van wat de precieze locatie van die buien gaat worden. Maar in potentie is dat zeker wel mogelijk met dat nog warme zeewater voor de deur. Wat hier voor de deur ligt natuurlijk bij de kust. Maar ook elders grote neerslagsommen. Dus de komende dagen is de paraplu echt wel verstandig om bij de hand te houden. En ik heb het nog niet benoemd: bij die buien zijn ook nog wel windstoten mogelijk. Lokaal van meer dan 75 km per uur. Dan de weersymbolen voor vanavond. Temperatuur zakt uiteindelijk naar zo'n 13 tot 15 graden. En op steeds meer plaatsen gaat het dus regenen. Af en toe kan het echt wel flink gaan doorregenen. En bij dat alles staat er dan een matige westenwind. Nou, vannacht zet zich dat nog door. Later in de nacht komen er vanuit het noordwesten wel wat opklaringen binnen. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 10 tot 13 graden. En dan hebben we dus te maken nog met die intense regenval. Die meest intense regenval verplaatst zich uiteindelijk wel meer richting het zuidoosten en oosten van Nederland. Nou, morgen dus een veel opener weertype. Ook wel echt ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag steeds meer buien die vanaf de Noordzee het land gaan binnentrekken. Vooral in de kustregio's is daarbij ook kans op onweer. In de middag ook verder landinwaarts kans op onweer. In de avond zullen die buien zich weer meer gaan focussen op de kustprovincies. Kan dus lokaal heel veel regen gaan vallen, dus hou de radar ook gewoon goed in de gaten. En er staat ook nog steeds wel een stevige westenwind, matig boven land of mogelijk vrij krachtig aan zee. En bij die buien is dus ook hagel mogelijk en windstoten zijn ook niet uitgesloten. Donderdag is eigenlijk een kopie van die woensdag. Op woensdag dus temperatuur tot de graad of 15 en dat is ook op de donderdag het geval. Dan misschien nog ietsje kouder, een graad of 14 maximaal. Maar als er eenmaal buien gaan overtrekken, komt die temperatuur nog wat lager uit. Dus dan kan er echt wel even een dikkere jas uit de kast. Die wind die is matig van kracht. Die zwakt echt wel ietsje af. Komt dan nog uit een westelijke richting. Waardoor die temperatuur dus ook echt wel wat gaat achterblijven. Pas, pas later op de donderdag. Dan lijkt die buiigheid ietsje te gaan afnemen. Nou, ook vrijdag hebben we dan nog wel met enkele buien te maken. Maar later op de dag wordt het een stuk droger. Met dan een graad of 16. Zaterdag lijkt een droge dag te worden. Met dan een mix van wolken en zon. Opnieuw een graad of 16. De nachten zijn wel vrij koud. Gemiddeld een graad of 8. Maar lokaal gaan we misschien wel naar een graad of 5. Zondag overwegend droog. Pas later op de dag kans op een enkele bui. En ook maandag is die bui als wel aanwezig. Waarbij we zien dat de temperatuur langzaamaan wel een stijging inzet. Maar die 20 graden die is dan nog niet in zicht. Dat zal waarschijnlijk dus pas in de loop van volgende week weer gaan gebeuren. Tot de volgende keer.